Komen we vervolgens bij de emballageband aan. Hangt er een bonnetje, een emballagebonnetje, weet u wel, met 33 euro erop staan. Nee. Dat bedoel ik. Kijk het op. Wat lig je toch weer lekker buiten, hè? Heerlijk. Hij zit het fonteintje in de gaten houden, hè? Kijk, hier moet Elmo zich goed verstoppen. Hé? Is Elmo zijn schuilplekje? Elmo! Hé! Superleuk als je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. En leuke beelden waren dat, hè? Toekie die met Elmo aan het spelen was. Ja, en ik heb voor jullie gelijk ook weer een heel leuk verhaal. We zijn net weer van boodschappen en jullie raden het nooit. We waren dus door die winkel, we denken, oh even een krattenband, een kratje bier even inleveren. Dat is staatsgeld, dus let's go, anders weer klaar. Komen we vervolgens met de emballageband aan. Hangt er een bonnetje, een emballagebonnetje, weet u wel, met 33 euro erop staan. Stukje vraagt mij, wat wil je doen? Nou ja, eerlijk is eerlijk, dan hadden ze het maar niet zo uit de emballageband moeten, of uit de apparaat moeten laten hangen. Gewoon dom. Dus ik denk, nou ja, weet je, we nemen het maar gewoon mee. Ik bedoel, hè, geluk is geluk. Komt er een van later een paar jongens aan, die zegt, jullie waren volgens mij voor ons, of niet? Hebben jullie misschien een bonnetje gezien? Ja, inderdaad, weet je, ik ben dan ook alweer, of we zijn dan ook eens zo eerlijk om dat bonnetje gewoon terug te geven, maar ja, het is wel gewoon dom. Als je emballagebandflessen in laat leveren, let dan ook even op je bonnetjes, want dat is gewoon voor een ander heel veel geld, heel veel geluk. Dus ja, ik weet zeker dat mensen zijn die het precies hetzelfde als ons hadden gedaan. Die ook gewoon dachten, oh, 33 euro, gratis boodschappen. Helemaal in deze tijd nu alles duurder begint te worden. Dus ja, dat was wel mooi, hè, Toekie? Zeker. Dat was wel echt leuk, ja. Dus ik denk, dat moet ik jullie gelijk even vertellen in de vlog. Dus, nou ja, dat. Je hebt soms mensen die een beetje dom zijn en die laten hun bonnetjes een beetje slingeren. Dat, weet niet, is niet heel handig, dus moet niet doen. Uiteindelijk hebben we het natuurlijk ook gewoon weer netjes teruggegeven, maar... Ja, het is niet handig als je een bon hebt van voor hetzelfde geld als 100 euro. En dat hangt dan zo te bungelen aan dat emballageapparaat. Ja, dat is niet handig, hè. Dat is niet slim. Dus beter let op je geld volgende keer. Wij zijn dan nog eerlijk, maar je kunt ook mensen hebben die niet eerlijk zijn. Kijk dan hoe lief dit is. Samen knuffelen. Hij vindt het niet zo leuk, het knuffelen. 1, 2. Dat bedoel ik. Kattenkop. Oh, mooi is hij zo'n knuffelkond, hè. Hopelijk Simba straks al. Oh, moest hij zo'n knuffelkond, hè. Nee. Hopelijk Simba straks al. Hè, pannenkoek. Goed, dames en heren. Prutsen komt zo eventjes deze kant op en dan wil hij graag even wat ophalen. Want ik heb zeg maar een editprogramma en die wil hij ook graag. Alleen, ja, het is een bepaald downloadproces wat je voor hebt. En die heeft hij op het moment niet, want hij heeft namelijk virus op de laptop staan. En dat moet je dus niet hebben. Dus dan komt hij even hier naartoe en wil hij even, want ik heb nog steeds dat bestandje om te downloaden. Dus hij wil exact hetzelfde editprogramma hebben als dat ik al jaren gebruik voor de video's. Dacht ik, misschien kan ik hem eventjes laten schrikken als hij komt. Dus ik wacht even tot hij komt. Hij is onderweg. Ik heb het fonteintje trouwens ook weer gefixt. Kijk. Eens in zoveel tijd moet je het fonteintje even fixen. Maar ja, alleen straks in de winter dan moet het fonteintje uit, want hè? Ja, dan gaat anders dan vries het kapot. Maar goed, even op je opwachten en dan gaan we hem laten schrikken. A few moments later. Ja, ik zie je hoor, jammer. Fuck! Volgens mij zie je het ook wel. Helaas, ik zag je door die spleten. Dus, door die spleten? Spleten! Jammer, joh, dus ik... Je hebt ze op van een t-shirt aan. Hoe kan dat nou? Ja, ik dacht ook misschien door het piepje van de camera. Ik zet net het piepje van de camera aan. Ik zag hem net op tijd. Hey, jammer, ja. Yo! Jammer dan, kerel! Volgende keer opnieuw. Jeetje, en ik dacht ik stond allemaal goed bij. Ja, je ziet maar moet je zo kijken wat je van t-shirtje aan hebt. Ja, een mooi lichtblauwe, mooi hè? Ja, dat valt wel op, ja. Maar ja, heb jij USB-stick bij je dan? Ik heb er bij me, ja. Goed zo, dan gaan we eens even kijken. Officiële overhandiging op vlog. Kijk eens aan, dames en heren. Officieel overhandigd op de vlog. Had je het nieuws al meegekregen van Simbadje? Donderdag toch? Ja? Dat is die andere nou. Elmo, waar ben je? Zie je weer buiten? Ik kan vrijdagavond even langskomen. Elmo, waar ben je? Dat is een beestje nou. Waar is hij nou? Elmo, waar ben je? Oh, daar is die. Wow, oké, dat zag ik even aankomen. Ineens stond mijn camera gewoon ingezoomd. Oké. Nou goed jongens, jullie weten, de opnames voor het evenement gaan in volle gang door. Dus dan moet ik altijd wel eventjes de batterijcheck doen. Het is iets wat niet altijd leuk is om te doen, maar ja, je wilt ook niet bij een evenement staan. Hé, hey, mug. Auw. Oké, we hebben weggewist hier, hè? Nou goed. Je wilt dus ook niet op een evenement staan en dat je vervolgens daar staat met dat de batterij of dat de apparatuur uitvalt. Want je wil wel gewoon kunnen opnemen op dat moment. Dus wat ik nu eens even ga doen. Ik heb morgen weer een opname voor een aflevering van Mitty.
twee zelfs. En daarvoor moeten we eventjes een batterijcheck doen. Ik film uiteraard met deze grote jongen, de grote camera. Jawel. En ja, om te presenteren heb je natuurlijk een microfoon nodig. En dan ga ik altijd even checken of de microfoon goed vol zit. Nou, die doet het. Het is een draadloos, dus ideaal. En ja, de camera checken natuurlijk. Nou, hoe ga ik de grote camera even checken? Ik zal het je even laten zien voor degenen die het helemaal interessant vinden. Maar nu heb ik twee dingetjes. Of ik kan hier doorheen kijken, of ik kan via deze kant doen. Nou, kijk, jullie zien hier een schermpje, of ik kan hier zo doorheen kijken en dan zie je wat je filmt. Maar ik heb hier ook een schermpje aan de zijkant. Boom. Kijk, dit is wat je nu kan zien. En wat ik dan altijd even doe is even wachten, want dan kun je uiteindelijk zo zien of de batterij daadwerkelijk vol zit of niet. Ja, volgens mij zit de batterij aardig vol, dus als de batterij vol zit, dan hoef ik hem verder niet op te laden. Hierachter zitten dus twee batterijtjes die ik dan gebruik om het op te laden. En deze kunnen we dan morgen gaan gebruiken bij de opname. Groot statief erbij, ja, dat wordt nog wat. Want geloof me, niks is kutter dan gewoon op een evenement staan en vervolgens batterij leeg zijn. Dat is echt vervelend, kan ik jullie zeggen. Dus goed, die check moet je echt even goed doen. Ook qua zendertjes is het wel echt handig. Zorg ervoor dat je zendertjes echt gewoon goed hebt. Ik heb een zendersetje met twee zenders. En ja, je wil gewoon niet hebben dat je op een evenement staat of waar dan ook en je moet een interview gaan doen. En de batterij doet niet. Oftewel, de batterij is leeg. Dus dat sta je echt voor schut, kan ik jullie zeggen. Ik heb het al vaker nog meegemaakt, ook met een GoPro. Dat de batterij in één keer heel hoog was en in één keer heel laag. Want toen was het heel koud buiten. Dus zorg ervoor dat je altijd je batterij op peil hebt. Echt een van de belangrijkste dingen. Want als je batterij leeg is en je moet ergens gaan filmen, dat is geen pretje, kan ik je zeggen. Nou, ik heb alles gecheckt. Nou, de cameracheck is gedaan. Nu gaan we spelen met een banaan. Nee, geintje. Nu gaan we klaarmaken voor opname. En ja, die hebben jullie al gezien, want die zaten online. Dat waren namelijk de opnames van de Jammarkt en van de Oldtimers. En zo is eigenlijk hoe het altijd begint. Ja, het gloedproces zelf, op het moment van opname, dat is heel makkelijk. Dat is gewoon camera op statief zetten en opnemen. En de rest is allemaal editwerk. Dat is ook vaak leuk werk. Maar dat is dus hoe ik te werk ga voor het maken van video's. Het lijkt allemaal simpel, maar het is wel echt goed voorbereidingswerk. En echt mentaal goed zorgen dat alles op orde is. In ieder geval qua batterijen. Want het is niks kutters dan zonder met lege batterijen staan op een evenement. Dat is niet fijn. A few moments later. Nou, ondertussen zitten we lekker met z'n allen een pizzatje te chappen hier zo. En ik heb natuurlijk de lekkerste met salami. Heb jij met salami dan? Grappig. Met Tessie en Prutser. Beetje stil bij stil eigenlijk. Romantisch hoor. Zo dames en heren, kan u vertellen dat dit raar is? We zijn ondertussen eventjes net een opnametje gehad voor de aflevering van Mitty. En we dachten... Ja, heb je geen vlogcamera bij je? Nee, dit is de eerste keer dat ik gewoon dacht, ik heb geen vlogcamera nodig. Maar ja, ik ben natuurlijk een vlogger en die wilt random overal filmen. Dus, nou, we zijn nu ondertussen eventjes lekker als fotoshoots aan het maken. Foto's gaan we corrigeren, ja? Dus ik denk, ja. Ik moet toch even filmen, alleen ik had geen camera. Moet ik jezelf zien? Ja, ik heb hier geen scherm, dat ik mezelf kan zien, dus. Je moet roeien met de spalen die je hebt, zeggen ze vaak. Kijk wat uitzicht hier zo. What? Nou ja, we zijn zelf lekker een uitzichtje, of een fotoshoot aan het maken. Wat zei je daarvan? Nee, ik zei niks. Ik kan de vlog trouwens ook wel eindigen hier. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van deze vlog. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Jullie hebben het niet had gedaan. Komt lekker uit te horen. Heb je je vlog wel begonnen dan? Ja, die heb ik begonnen en die heb ik niet afgemaakt. Daarom zeg ik... Die heb ik begonnen. Die ben ik begonnen. Heb ik begonnen. Gaan we zitten corrigeren hier. Zal ik allemaal beelden. Zo, ik word hier op mijn plaats gezet. Nou ja, in de volgende vlog is het zover, dames en heren. Dan gaan jullie Simba ontmoeten in de vlog. En Prutsen die gaat hier over twee vlogs ontmoeten. Dus wees erbij in de volgende vlog Simbaatje weer. Tot de volgende vlog. En dat zou ik zeggen, zoals altijd, leuk vandaag.